Beetje licht in de duisternis, best wel leuk deze dagen. Eigenlijk is deze hele lamp gemaakt van uh, ja, afval. Uh, op, de, op dit glas, nou, alle, uh, hier is geen lamp meer bij. Dus die lag maar ergens in de kast. Dat is een uh, nieuw glas, een lampenglas. Uh, het past precies, daar heb ik het uh, ongeluk tegenaan gelopen. Uh, hij is nu uh, behoorlijk verbeterd. Ik kan nu de, het hele glas ronddraaien, dat wordt niet heet, dat kun je gewoon vastpakken. En dan gaat de vlam gaat naar beneden toe. Heel klein zelfs. Je kunt hem allemaal nog zien, dat kan echt helemaal verdwijnen. En daarna kan ik hem weer op ja, zeg maar kaarshoogte zetten. Dan gaat hij zelfs een beetje spetteren in de lens. Dan doen het glas. Dit is nog een keer kaarshoogte. En als je nog goed kijkt, dan zie je dat ik hier heel veel gaten bij heb moeten maken. Hier. Zoveel mogelijk. Omdat dat, dat ik het glas erop zette, ik had er maar drie gaten in. Ik wist ook niet hoeveel dat moet zijn. werd de vlam onrustiger als je nou ziet, uh, wordt hij heel rustig. Als je een vlam nou hoog maakt, dan uh, gaat hij meer zuurstof gebruiken. Allemaal via deze gaten moet dat naar binnen komen. Er kan ook een uh, heel lang lampenglas op. Dat is het uh, bekende glas. Wat we allemaal kennen. Daarvoor moet de lamp iets stabieler worden. En dan heb je dus een uh, hele goede verbranding. Kijk eens even hoe rustig dat brandt. Omdat de pijp lang is, heb je een soort schoorsteenwerking. Dus dan gaat hij vanzelf naar een poosje. Hij moet even warm worden. Hier zo. Bovendien. Oh, nog steeds aanraakbaar. Maar de glazen die eruit komen zijn behoorlijk heet. Uh, dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij als een schoorsteen werken. Dan trekt hij een prachtig mooie vlam. En dan mixt hij beter de zuurstof met de vlam. Waardoor je een verhoudingsgewijs redelijk schone verbranding krijgt. Nogmaals, verbranding is nooit schoon. Hier zit uh, lampolie, die je overal kunt kopen. Bijvoorbeeld bij de Action. Uh, uh, dat is zo schoon mogelijke olie. Hij kan op petroleum, hij kan op diesel. zal niet meer ruiken. Hij is ook eigenlijk niet bedoeld om echt binnen te gebruiken. Het zijn al noodverlichting. Want dan heb ik toch liever deze. Op zitten. Zo. Wat praktischer. Je zou hem in de houder kunnen zetten. En zou hij weer rond kunnen lopen? Hij wiebelt nog een beetje. Dat komt omdat ik hier een te dunne plaat heb zitten. Die moet ik even morgen maken. En dan wordt die hele deksel stabiel. Nou, en dan uh, hebben we dus een prachtig mooi lampje. En dan gaan we eens even kijken of we ook een hele kleine versie kunnen maken. Deze. Of voor mijn part zelfs nog kleiner. De glazen die ik erop zet, die heb ik per ongeluk. Maar je zou dus. Zo'n glas de bodem eruit kunnen halen. Die zet je erop op de kop op. En dan past je ook in met zijn schoentraad in de deksel. Dan heb je dus een, een hele mooie lamp. Met een regelbare lamp. Voor, als je een prijs wil noemen, wat wij Nederlanders graag doen: 25 cent. Ik denk dat de olie duurder is dan de hele lamp. Tot <dat> kijken. <nietnces>